Daar zijn we dan weer met een nieuwe NEC-update richting de wedstrijd van aankomende vrijdagavond. We gaan richting Rotterdam. We gaan naar het kasteel, naar de koploper Sparta. En dat na de gewonnen wedstrijd van afgelopen zaterdag. Want toen werd hier gewonnen in de Goffert. Het werd 3-0 tegen RKC. En dat was een euforie in het stadion. Dat kon ook niet anders, want er werd weer eens gewonnen. Maar ja, er was ook een keerzijde aan, want het spel was nog niet altijd zo goed. Toch? Nee, dat was nog wisselvallig en dat hebben we denk ik ook, of heb ik eigenlijk direct na de wedstrijd al aangegeven. En natuurlijk ben je blij met de overwinning. Die jongens ook, want dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste in voetbal. En daar werk je ook hard voor. Alleen ja, dat dingen beter moeten, dat weten we. En ja, dat is het proces wat we met elkaar aan het doorgaan zijn. Ja, hoe ga je dan zo'n week in? Naar zo'n, toch wel euforie was er in het stadion. Goed humeur natuurlijk bij de jongens. Ja. Hoe probeer je dat dan door te zetten? Nou, kijk, dat humeur hoef ik niks aan te doen, want dat doet de uitslag. En dan is het ook nog wel iets makkelijker om wat kritisch te zijn en dingen te laten zien. Dus dat hebben we ook gedaan. Ja, maar je merkt dan ook dat er gewoon, er zit al veel energie in. Ook vorige week toen we niet gewonnen hadden. Maar je merkt dat er dan nog meer energie in zit. En dat probeer je mee te nemen richting deze wedstrijd. Ja, wat mij betreft in die wedstrijd tegen RKC was Kelvin Verdonk misschien wel de man of the match. Die speelde goed en ik heb ook eventjes naar hem gevraagd. Want hij moet ook wel weer blij zijn dat hij op die oude vertrouwde plek staat. Ja, ik zat er lekker in. Ik voelde me goed, ik kon er overheen blijven gaan. De connectie met Sontje was goed, dus ja, was een prima wedstrijd. Ja, maar ook weer denk ik gewoon op je plek waar je het meest lekker zo voelt, toch? Ja, uiteindelijk vind ik beide posities wel leuk om te spelen. Alleen mijn voorkeur gaat toch uit naar linksback. Ik denk centraal. Qua lengte is het lastig ook met voorzetten. Zeg maar, als je lange spits tegenover je hebt en die heb je best veel in Nederland. Dus liever linksback. Kan ik mijn energie lekker kwijt ook. En dan lopen de laatste uren van de transfermarkt voor deze periode. En dat is natuurlijk de vraag, komt er nog iets bij? Ja, er werd al gezegd, ze zoeken nog iets, ze willen nog iets. Ik verwacht ook wel dat er nog wat gaat gebeuren, maar de trainer erover. Nou, voor Carlos is het wel hectisch, ons gaat dat niet. Hè, want die telefoon gaat de hele dag en er zitten heel veel mensen tussen. En er zijn heel veel spelers waarmee je contact hebt en dat gaat dan uiteindelijk wel of niet door. Daar zit zoveel schijven tussen. Ja, voor mij is het rustig, want ik hoef me er niet mee te bemoeien. En we weten wat we eventueel zouden willen en wat er kan gebeuren. Maar ik begrijp voor een technisch directeur is dit niet de makkelijkste twee dagen. Vorig jaar zei je nog heel rustig van ik verwacht eigenlijk dat het allemaal zo blijft. Maar dat durf je dus nu niet zo hard meer te zeggen. Nee, dat durf ik me al niet voor in het vuur te steken. Nee. Dus er zal best nog wel een en ander gebeuren. En wat ik al zeg, soms hangt er ook heel veel van. Ja, van andere clubs, van alles af. Dus ik durf het niet te zeggen, maar ik verwacht wel dat er nog wat mutaties zijn. En dan die wedstrijd tegen Sparta. Sparta de koploper dus in de eredivisie. En NEC had het vorig jaar daar ook vrij lastig. Hoe kijkt de trainer tegen die wedstrijd aan? Ja, die hebben de lijn van vorig jaar denk ik tot nu toe doorgetrokken. En die hebben ook best veel spelers van vorig jaar die er nog zijn. En ook het spel lijkt behoorlijk veel op het van vorig jaar. En dat is knap, vind ik. Dat ze die space behouden hebben, dat ze er op dezelfde manier spelen en de resultaten halen. Ja, stugge ploeg, kan goed verdedigen, kan goed omschakelen. Heeft ook spelers die makkelijk een goal kunnen maken. Dus dat is een behoorlijke uitdaging, maar daar gaan we wel alles aan doen. Ja, vorig jaar was het daar voor jullie niet echt een hele goede wedstrijd. Nu staan natuurlijk ook weer andere spelers op het veld. Maar wat neem je mee dan uit zo'n wedstrijd? Nou, die van vorig jaar die heb ik niks meer meegenomen. En wel uit de wedstrijden die zij tot nu toe gespeeld hebben, daar kijk je naar. Maar wat jij al zegt, ja, we hebben echt een heel nieuw elftal wat dat betreft. Thuis hebben we heel goed tegen Sparta gespeeld, daar heb ik ook niks van meegenomen. We kijken naar nu en we kijken naar hoe we het nu gaan doen en daar ligt de focus op. Ja, volgens mij zei ik dat zaterdag na de wedstrijd ook al. De zorgen zijn denk ik niet over naar één gewonnen potje. Er komen nu wat moeilijkere wedstrijden aan op papier, zeg maar. Dus ja, we moeten gewoon ons best doen en eerst Sparta het zo moeilijk mogelijk maken en voor de 3 punten gaan, vind ik. Hoe is het met Sandler? Goed, die is erbij. Zeker bij. Vorige week. Ja, de vorige week twijfelde ik even. Maar die is er nu zeker bij. Lasse is er nog niet bij. Bart is er nog niet bij. Dat is het denk ik voor nu even. Ja, nou dat scheelt achterin wel. Want als je erbij is, dan zeg je ook gewoon van dan kan die ook gewoon spelen, toch? Ja, dat is wel zo als ik erover denk. Ja. Dus als je erbij bent, kun je ook spelen, anders moet je er niet bij zijn.
Ja, het goede nieuws is dus dat Philippe Sandler er weer bij zal zijn. En waarschijnlijk zal hij dus ook wel gewoon gaan starten. De wedstrijd tegen Sparta. Vrijdagavond om 8 uur wordt er afgetrapt in het kasteel. We kunnen niet bij zijn van de collega's van RN7 Radio. Want die zijn er wel bij. Dus dan kun je live inschakelen. En wij zijn natuurlijk heel snel weer met een nieuwe NEC-update. En tussentijd blijf je op de hoogte van alles rondom NEC. Via de sociale media van mij. Via X, Instagram. Check het daar eventjes. Dan hou ik je daar nog op de hoogte. Graag tot de volgende update.